Dames en heren, allemaal goedemorgen. Allemaal van harte welkom hier bij de start van de open dag van de Oudheidkamer. Speciaal wil ik dan graag welkom heten onze burgemeester, de heer Hofland. Ik wil graag welkom heten de wethouder, de heer Stegeman en de familie Gazan en de heer Spanje. Speciaal welkom. Een open dag die we weer willen beginnen met een speciale activiteit. En ook dit jaar weer een onthulling. Vorig jaar was het de onthulling van de herplaatste herinneringssteen aan de grote brand in 1829 in Holten. Dit keer de onthulling van een plaquette ter herinnering aan de synagoge. Op initiatief van de Oudheidkamer werden op 1 april jongstleden de stolpersteinen, ofwel de herinneringssteentjes, gelegd bij de woningen in Holten waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden hebben gewoond, die zijn weggevoerd en zijn omgekomen. En met name betreft het woningen in de burgemeester van de Borgstraat en in de Oranjestraat. Een indrukwekkend en soms ook heel emotioneel gebeuren destijds. Stolpersteinen, even. In het Nederlands struikelstenen. Je struikelt er niet echt over. Ze heten zo omdat je erover struikelt, zeg maar, met je hart en met je hoofd. Door deze voor het huis van de slachtoffers te plaatsen en er hun naam op te zetten, werden ze heel persoonlijk. Zo kunnen we zien waar al die mensen gewoond en geleefd hebben. Hebben ze in feite weer een plekje gekregen, een plaats gekregen in Holten. Het leggen van stolpersteinen, een initiatief van de Duitse kunstenaar Günter Demnig, initiatiefnemer en ontwerper van de steentjes. Uit de commissie stolpersteinen, welke de voorbereiding en de uitvoering voor het leggen van de steentjes verzorgde bij de Oudheidkamer, kwam het idee naar voren om ook een plaquette te plaatsen op de plaats waar de synagoge heeft gestaan. Dus aan de westzijde van het nieuwe cultuurhuis. Op 1 april was men daar echter nog heel druk bezig met bouwwerkzaamheden. Dus werd toen besloten om het door te schuiven naar de open dag van de Oudheidkamer. Een open dag die nu gelijk valt, heel bewust, met de open dagen van het cultuurhuis. Dus denken we dat dit een bijzonder goed moment is om die onthulling vandaag te doen. Dan nog iets over de synagoge. Deze werd gebouwd in 1881 en in zijn geheel herbouwd in 1921. De aanvraag destijds werd gedaan door de heer G. de Brake namens het bestuur. En dat werd gebeurd in april 1921 en de vergunning werd verkregen op 2 mei 1921. Gaat vlotter dan nu. Meijer Smeer was een van de voorgangers in de synagoge. De synagoge stond aan de Smitsweg, een binnenweg tussen zeg maar de Dorpstraat en de Kerkstraat. En na 1945 was het niet meer in gebruik als synagoge, maar werd het gebruikt voor allerlei doeleinden. Tot het moest plaatsmaken voor het nieuwe gemeentehuis. En dat is dus nu het nieuwe cultuurhuis. Dat was wat ik als opening even wilde vertellen. En dan zullen we zo dadelijk naar het plein toe gaan, naar de Smitsbel toe gaan. Ik wil eerst het woord geven aan onze burgemeester. Dank u wel. Wat goed voor u om te wachten van 1 april naar nu, zodat ik ook hier aan bij aanwezig kan zijn. Het is goed dat we vandaag inderdaad hierbij stilstaan om de Holtense synagoge naar een gedenkteken te onthullen. En wat mooi dat het vandaag is, op de Sabbat, voor de Joden. Voor de oorlog woonden ongeveer 60 Joodse mensen in Holten. De meeste gezinnen woonden in de Oranjestraat, de Dorpstraat en de burgemeester van de Borgstraat. Op de Sabbat kwamen zij bij elkaar om in een kleine kring aan de toenmalige binnenstraat, later aan de Smitsbelt, hun godsdienst te beleiden. We hebben al iets gehoord van hoe
de synagoge tot stand gekomen is en hoe die verbouwd is en hoe snel dat dan ook kan gaan met de bouwvergunning. Staat misschien ook als symbool voor hoeveel ingewikkelder de samenleving geworden is dat het tegenwoordig wat langer duurt. In de oorlogsjaren werd ook in de Joodse gemeenschap in Holte uit elkaar geslagen. Slechts een aantal van hen wist een onderadres te vinden. Echter, ook vanuit Holte werden de meeste Joden afgevoerd naar concentratiekampen. Van hen keerde na de oorlog slechts een handjevol terug. 38 van hen keerden niet meer terug omdat ze werden vermoord. Voor hen zijn in april van dit jaar die prachtige stoppelstenen geplaatst op de plek waar ze woonden, om ons blijvend te herinneren hoe wij in de oorlog, hoe men in de oorlog met de Joden is omgegaan. Een kleine herinnering aan gewone mensen die gewoon hun leven wilden leiden met alle Holtenaren hier samen. De Holtense synagoge is na de oorlog nog jaren in het Holtense straatbeeld gebleven. Niet meer als synagoge, maar vooral als opslagplaats. Op het laatst alleen nog als opslagplaats voor marktkramen. En pas in 1985 wordt de oude verwaarloosde synagoge gesloopt om de bouw van het dan nieuwe gemeentehuis aan de Spitsbelt mogelijk te maken. Als herinnering aan de synagoge, aan de garage Müller die daar toen ook was, en aan Café de Zwaan, werd de oude gevelsteen Café de Zwaan binnen in het gemeentehuis in de muur gemetseld met de volgende inscriptie. En u kunt dat vandaag nog zien. Waar eens Shalom heeft geklonken, werd gewoond, gewerkt en gedronken. Nu staat het gemeentehuis op deze grond, waardoor het dorpshart zijn voltooiing vond. De opening destijds en de onthulling van die plaquette vond plaats door oud-burgemeester Enkelaar en de dames Olbekking en Müller. En uit de krantenberichten van toen, ik heb dat hier bij me, heeft burgemeester Enkelaar, of oud-burgemeester Enkelaar, toen het volgende gezegd. Omdat het toch een typische plek was voor het gemeentehuis waar de synagoge, garagebedrijf Müller, had gestaan. En hij sprak toen uit, heel plechtig, zoals dan ook volgens het krantenverslag, dat de gevelsteen mogen deze opnieuw getuigen van gastvrijheid en geborgenheid als in de oude herberg. En mogen dit symbool staan van de ondernemingslust van wijlen J.G.P. Müller, u inspireren tot dadendrang en creatieve ondernemingszin. Zo zei hij en sprak hij in feite de gemeenteraad toe. Inspireren tot dadendrang en creatieve ondernemingszin. Me dunkt dat we gisteren met die fantastische opening van het cultuurhuis daar inhoud aan hebben gegeven. Het is goed dat naast de Stoppelstenen en de Zwaan nu ook een echte herinnering aan de synagoge geplaatst wordt aan de buitenkant van het cultuurhuis. Als afsluiting van het project Stoppelstenen van de Altijdskamer wordt het daarom vandaag die rond de herdenkingsplaats onthuld. En goed dat we dat juist vandaag doen, nogmaals op de Sabbat. Een woord van dank aan al die vrijwilligers van de Altijdskamer is daarbij op zijn plaats. Met de Stoppelstenen en een gedenkplaat hebben de Joodse medeburgers in Holte weer een plek gekregen, opdat we ze niet vergeten. Dank u wel. Mag ik u dan nu uitnodigen mee te gaan naar de cultuur? Al wel. Goed, de herinnering aan onze Joodse medeburgers van Holte. En zoals ik al zei, zodat we hen niet vergeten. Moet de vlag erbij op?
gaan erop. Alles op de wereld. Ja, zo. Dank wel, hè. Ja. Staat er allemaal op. Met de onthulling van deze plaquette heeft Honden er weer een plekje bij gekregen, een plaatsje bij gekregen waar toch even kan worden stilgestaan bij het verleden van Honden. En met de Tolversteiners samen is het denk ik een heel leuk. Bedankt voor de komst, bedankt voor de belangstelling. En graag wil ik jullie uiteraard uitnodigen om de open dag van de Autokamer te bezoeken. Die dan een kop koffie wil, die kan meegaan naar de autokamer.